spelers van het eerste. Ja? Alleen ik heb besloten, en dat is misschien een beetje jammer voor jullie, maar jullie mogen zo meteen nog wel even in de kleedkamer en dat soort dingen. Dat we vandaag geen bespreking hadden. Ja? Ik heb deze week al genoeg met de jongens gesproken. En iedereen weet wat vorige week hebben we aardig verloren met 4-1. Dus ik heb al wat dingen donderdag besproken met ze. En ik heb gezegd, kom maar om 1:15 en dan in de kleedkamer. En dan gaan we van daaruit gelijk voorbereiden op de wedstrijd. Ja? Maar jullie zijn misschien al, jullie kunnen weten dat vandaag als eerste wie er allemaal gaat spelen, weet nog niemand. De jongens weten het wel, maar de rest in de club weet het niet. Nee, dat doen we ook niet. Alleen even dat Chico die dingen uitdeelt. Zijn er alleen maar korte broekjes? Nee, we hebben ook lange broek. Dat hebben we ook. Maar dit is dus de kleedkamer waar, waar wij dus omkleden. Zoals je ziet zijn er wat jongens al bezig die wat meer voorbereidingen nodig hebben dan andere spelers. Jongens moeten gaan tapen. Hier is bij de verzorgingshok waar we straks heen gaan. Jongens moeten gemasseerd worden. Omdat spelers er nog ergens last van hebben of die willen losgemaakt worden. En de meeste jongens hebben eigenlijk wel ongeveer vaste plekken die eigenlijk hier komen voetballen. Het wordt hier allemaal netjes uitgewerkt door de trainer op de computer. Dan print hij er netjes uit en dan plakt hij erop. En dan dit moeten wij gewoon goed doorlezen. En zorgen dat wij die gewoon na gaan komen. Dat anders doen. Want als we niet doen, dan wordt de trainer boos. Daar hebben we dit hokje voor. Als de trainer boos is, Dan moet je daar het hokje in met de trainer. En dan. Zeeflaaier. Zeeflaaier. Billenkoek. Dan krijgen we inderdaad billenkoek van de trainer. Maar niet letterlijk hoor. Maar dan word je wel even aangesproken over de vaste afspraken. Tessen Utrecht, NEC. HZVV, op geen pleiner. Ja, precies. Ja, dat komt me ook niet bekend voor. Maar wat hier gebeurt, jongens, dat zijn. Hebben onze verzorger, dat is Lucas. Dit is Lepta. Dat is onze verzorger hier bij STVB. Hij tape dus jongens in, hij baseert jongens, geeft jongens ook advies wat ze wel en niet moeten doen. En zoals jullie nu zien, is hij nu Bilal aan het tapen. Nou, we hebben allemaal verschillende apparaten. Dit is voor je buikspier waar je net op hebt opgezeten. Dan ga je je buikspieren trainen. Ik weet niet of je al je buikspieren een beetje voelt. Die twee keer wat jij gedaan hebt, voel je niet zo, denk ik. Hier kan je je armen trainen met dit ding. Dit is ongeveer 50 kilo, alles bij elkaar. En dit drukken jongens, zeg maar, gaan het dan bank drukken. En dan hopelijk kunnen ze dit allemaal tillen. Nee. Die is in één keer weg. Dat hebben we nog niet verteld wie de scheidsrechter van vanmiddag is. Dat is een andere man. En wat moet je zien? Misschien wel, ja? Dat is een
Dat niet meer te regelen. We kunnen gewoon een keer patat gaan eten. Ja, twee. Ja, vonden jullie echt patat eten het leukste? Nee. Ja. Oh, wat vond jij het leukste dan? Ja. Alles. Alles. Penalty nemen. Bij ballenjongen vind ik het niet. Nee, vind het zo leuk. Achter mij, Robin, zegt van je oude man en achterin wil je klim te schelden. Ja. Oh. Die proberen. Ja. Vonden jullie het ook leuk in de bestuurskamer? Ja. Ja? Ja? En in de krachthonk? Ja. Kleedkamer. Dat is wel leuk, hè? Krachthonk is wel grappig.